Zijn hele leven heeft bestaan uit ontucht. Hij is toch zeker al 40 jaar bezig met misbruiken. Inmiddels onderzoekt justitie zijn mogelijke betrokkenheid bij niet minder dan 65 andere onopgeloste zaken in heel Europa. Een authentieke, doorgewinterde, redelijk slimme psychopaat. Maar dan ook echt een van het ergste soort, want een geweten heb ik bij hem nooit kunnen ontdekken. Wie is deze Michel S., die zijn wandaden zo lang verborgen wist te houden voor de buitenwereld? Vrije dag. En dat is voor mij altijd een drama. Ik voelde de drang om een kind mee te nemen opkomen. Ik was onrustig. Ik moest weg. De drang wint altijd. Toen ben ik langs dat zwembad gereden. In de avond van 27 juli werd alarm geslagen toen de 11-jarige Jessica Laven niet thuis kwam van een middagje zwemmen in het openluchtbad De Wijzend, even buiten Hoorn. Nou, eigenlijk werd er meteen wel flink alarm geslagen en een zoektocht op touw gezet. Nou, dat begon eigenlijk zaterdagavond al, de avond dat Jessica niet thuisgekomen was. Toen zijn we gelijk ook al begonnen met het onderzoek. Het zwembad werd rond 4:15 gesloten. En Jessica's fiets is daar toen blijven staan. Van het meisje zelf was geen spoor te bekennen. Een van de eerste dingen die we ons voorgenomen hebben voor die zondagmorgen gelijk. Alle mensen die vandaag in het zwembad komen, willen we allemaal van weten van... Bent u gisteren ook in het zwembad geweest? Kent u Jessica? Een foto van Jessica. Dit is het meisje. Heeft u er gisteren in het zwembad gezien? Een van de dingen die ons wat verontrustte, was dat er een aantal mensen zeiden van ja, we hebben Jessica gezien met een oudere man daar in het zwembad. Getuigen die Jessica samen met deze man hebben gezien, omschrijven zijn gezicht als vriendelijk. Aan het zwembad ligt een grasveld. En ik zat op een van die bankjes toen Jessica kwam uitblazen. Ze liep verder naar de kleedhokjes en na een kwartier ben ik ook vertrokken. Ik vond het maar niks daar. Ik wou weg. Een van die getuigen in het zwembad die kon zo exact omschrijven hoe die man eruit zag. Dat is ongekend. Ik zat aan het Zuidlaardermeer bij het zomerhuisje van mijn vader. En toen zag ik een compositiefoto staan in het toen normale Nieuwsblad van het Noorden, nu Dagblad van het Noorden. En ik zei tegen mijn vrouw of mijn kinderen, dat is Michel Stoks, dat is een klant van mij. Waarom bel je niet de politie als je die foto herkent, die compositietekening? Ik ben toch niet, ik ben toch zijn advocaat, ik ben toch niet zijn aangever. Kom even.
op dat moment kon ik het niet zo goed inschatten hoe accuraat die tekening zelf was. Maar dat leverde wel tips op. Woensdagochtend toen ik 's morgens opstond en de Telegraaf opensloeg en las dat Jessica ingestapt was in een groene Mercedes. Nou, we waren natuurlijk allemaal met stomheid geslagen, want wij wisten nergens van. Een anonieme getuige heeft de tip over deze groene Mercedes op dinsdag 30 juli doorgegeven aan de Telegraaf. Dat had natuurlijk een hele grote impact op het hele team. En alles wat er gebeurde, want binnen de kortste keren kwamen er heel veel tips binnen. En ga die eerst maar eens even verwerken. Ondanks het uitvoerige onderzoek zoekt de politie nog naar Jessica's fietssleuteltje. Dat zat aan een sleutelhanger met de naam Jessica erop. Hierover zou de politie graag tips ontvangen. Ik reed veel naar Duitsland en ben zeker 4 of 5 keer langs de plek gegaan waar Jessica lag. Ik zag hoe ze gevonden werd. 2 meisjes liepen langs de vangrail richting de grens. Op het moment dat die meisjes haar vonden, reed ik net langs. Ik zag ze reageren in mijn spiegel en wist, morgen staat het in de krant. Hier langs de snelweg in Groningen vinden lifters op 31 juli 1991 het gewurgde lichaam van de 11-jarige Jessica Laven. Al 3 dagen werd ze vermist na een bezoek aan het zwembad in haar woonplaats. Die impact was enorm. Blokken en Zwaag zijn allebei hele kleine, hechte gemeenschappen. Wat is nou precies gebeurd? Wie heeft dit gedaan? Heel vaak kwamen er natuurlijk dingen boven. Maar 1 ding was natuurlijk wel heel duidelijk. En dat was namelijk de politiemensen die een onderzoek gingen doen naar een meneer die dus eigenlijk heel erg leek op de compositietekening. In ieder geval die tot 2 of 3 keer toe getipt werd. En de politiemensen die deze meneer dus gingen opsporen, kwamen op een bepaald moment terug. En die zeiden van, we hebben nou iemand gezien die lijkt sprekend op de compositietekening. En die hebben ook een foto van die man gemaakt, die uiteindelijk Stokstam bleek te heten. Je gaat kijken, wat doet die man voor de kost? En je gaat een achtergrondonderzoek doen. Ik ben geboren in 1942 in Locristi, onder de rook van Gent. Mijn vader was een harde werker. Hij was bakkersknecht en later handlanger in de bouw. Hij dronk stevig en als hij thuis kwam uit het café, dan zaten zijn handen los. Mijn moeder was altijd nerveus. Ze had vaak hoofdpijn. Er was weinig liefde. Het ging met mij niet goed op school. Op mijn 14e werd ik uit huis geplaatst en moest ik naar de broederschool. Ik weet nog hoe ik een scheur in mijn broek kreeg en naar de broederkleermaker gestuurd werd om hem te laten maken. Terwijl hij toekeek, moest ik mijn broek voor hem uittrekken. Die man was niet heilig. Hij was een duivel. Vanaf dat moment gaat hij zelf ook seksuele delicten plegen, vooral met kinderen. Oh, de kleine Stoks, dat is een jongetje dat zich compleet verloren voelde. Zo'n kinderen die groeien op in terreur. Die leven constant eigenlijk in angst. Die pijn die hem aangedaan is het ontkennen van zijn bestaan, het ontkennen van het kind. Michel Stoks, de liefde niet krijgen die hem toekwam, de bescherming niet krijgen die hem toekwam. Dat is wel een serieuze rugzak dat je meesleept.
Op een bepaald moment wordt hij opgepakt voor het ontvoeren en misbruiken van een 9-jarig meisje. En dat zorgt er eigenlijk voor dat hij in de gevangenis belandt voor langere tijd. Ik was 34 en was er helemaal klaar mee. Ik wilde schoon schip maken, opnieuw beginnen. Ik schreef naar de huwelijksadvertenties in de krant en kreeg contact met een Nederlandse vrouw. Toen ik vrij kwam, verhuisde ik naar Leeuwarden en trok bij haar in. Ik ging aan de slag als chauffeur en reed door heel Europa. Spanje, Duitsland, Italië. Ik was veel op pad en genoot van het rijden. Die wagen weet zijn weg wel te vinden, zeg ik altijd. Ondertussen gaat ook het patroon van contact zoeken met kinderen en meenemen, misbruiken en weer ergens anders achterlaten. Dat gaat door. Het is zelfs zo dat hij thuis kwam waar zijn vrouw aan het bevallen was. En hij daar, terwijl zij aan het bevallen was, werd gearresteerd omdat hij verdacht werd van ontvoeren en misbruiken van 8 kinderen. Mijn vrouw was in verwachting. Op een morgen stapt ze uit bed en zegt: het is zover, het kind komt. En wat gebeurde er? Ik ging rondrijden. Ik ga een kind vangen. Hij weet, hij is in controle, want hij bepaalt, ik ga hier nu buiten, ik ga naar mijn vrachtwagen, ik moet een luchtje gaan scheppen, want dat is de uitleg die hij dan geeft. En hij vertrekt en hij is al compleet in controle, want hij weet hoe hij dat moet doen. Dat gebeurt op zijn scenario van fantasieën die jarenlang bezig zijn, van als hij kind is al, hoe hij wraak gaat nemen. Ik nam de risico's voor wat ze waren en pikte een meisje op dat met een vriendinnetje stond te praten. Er liepen wel 100 mensen op straat, maar de drang was te groot. Zij hoorde tijdens de bevalling dat haar man werd aangehouden wegens het misbruiken van kinderen. En toen stopte zij eigenlijk met die bevalling. Dus uiteindelijk moest dat kind met een keizersnee geboren worden. Wat is jouw meest heldere herinnering aan hem? Dat ik hem opzocht in de gevangenis. En dat hij dan stond te wachten totdat ik naar hem toe kwam rennen. En dat we een spelletje speelden. Wat voor vader was dat dan voor jou in die tijd? Ja, dan heb ik het echt van verhalen. Dat hij altijd wel leuke dingen deed. En altijd gezellig en vrolijk met mij was. En grapjes maakte. Zo'n goede, leuke vader. En dan worden je dingen verteld. Toen had ik hem aan de telefoon. Nou, ik heb alleen gezegd dat ik geen contact meer wil met een vader die dat soort rare dingen doet. En ik weet niet meer wat hij gezegd heeft. Misschien heb ik dat ook wel niet meer gehoord omdat ik zo boos was in mijn hoofd. Had ik überhaupt iets kunnen doen om dit allemaal te voorkomen? Waardoor ik een gewone vader had gehad. Dat was de vraag die door me heen ging. Omdat ik niet wist waarom hij het deed. En ik dus ook niet zo goed wist hoe ik hem kon helpen. En of het dan aan mij had gelegen. Uw vraag is, worden monsters geboren eigenlijk? Daar kan een aanleg zijn, een genetische aanleg tot geweldpleging. Of tot dat soort deviant gedrag, pervers gedrag eigenlijk. Maar alles hangt eigenlijk af van de opvoeding die een kind krijgt van als het eigenlijk geboren is. Een mens bestaat eigenlijk uit 3 ballen. Net als een sneeuwman. Van onder heb je de grootste bal, dan heb je de middelste en de bovenste. De bovenste stelt eigenlijk het rationele denken voor. Dat is goed kunnen rekenen, goed kunnen schrijven. Rationeel connecties maken tussen dingen die gebeuren.
De middelste bal is eigenlijk waar het hartje zit. Al wat emoties, gevoel, pijn, angst, liefde enzovoort, dat zit in die middelste bal. En dan heb je die onderste bal en dat is alles wat te maken heeft met seksualiteit, maar ook afwijkende seksuele gedragingen. Nu, normaal gezien moet dat vloeiend verlopen, de energie tussen die drie ballen. Bij sommige mensen, zoals bij Michel Stoks, is dat die middelste bal, dat voelen, zo beschadigd dat zij daar eigenlijk niet meer aan kunnen, behalve voor woede. En het verwerken van die woede in het uitvoeren van daden. Michel S. zat dus 5 jaar als TBS-gestelde in de Mestdagkliniek. Behandelende psychiaters waren er tegen dat S. zou worden vrijgelaten. In die tijd hebben wij een advies uitgebracht, een geneeskundige verklaring, waarin wij adviseerden de TBS-maatregel nog met 1 jaar te verlengen. Dat is niet gebeurd? Dat is toen niet gebeurd, nee. Achteraf is het natuurlijk uiteraard betreurenswaardig dat het toen niet gebeurd is. Ik was destijds de strafleider van Michel Stoks. Toen ik begon met de TBS-praktijk, heb ik een rondleiding gehad door de huidige forensisch psychiater Jelmer van Marlen. Die was toen geneesheer directeur daar. Tijdens die rondleiding heeft hij tegen mij gezegd: Wijnberg, pas op. Op het moment dat jij denkt, goh, wat een aardige kerel is dit, heb je te maken met een psychopaat. En dat kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren dat hij dat tegen me zei. En dat is dus uitgekomen bij meneer Stoks. Ik kreeg het verlengingsadvies op mijn bord. En dat besprak ik dan met mijn cliënt. Dat ging altijd zo. Ik keek niet naar het strafblad, ik keek niet naar het hele dossier. Ik keek alleen maar naar het verlengingsadvies en wat ze daarin adviseerden. En het verlengingsadvies, dat kan me wel herinneren, was dermate zwak dat ik dacht, nou, we gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat je uit de TBS wordt ontslagen. En dat gelukt ook. In deze zaak van Jessica Leven hebben we dus gevraagd om een telefoontap. En uit die telefoontaps hoorden wij dat hij agendas bijhield van alles wat hij deed. Vandaar dat we dus gevraagd hebben om huiszoeking te mogen doen. En dat is dus ook gebeurd. Op een avond hebben we daar die huiszoeking gedaan. En daar troffen we een paar dingen aan. Die agenda's hebben we aangetroffen. En we troffen ook een stuk touw aan van het merk Cordel. En Jessica was gewurgd met een stuk touw, ook van het merk van Cordel. In de agenda troffen we aan dat de bewuste zaterdagmiddag dat Jessica in het zwembad was, dat hij bij de werkgever strijk geweest was. En dat werd ook door de werkgever, werd het als zodanig, werd het ook bevestigd dat hij daar was. De agenten of de regisseurs die zeiden, vrijdags en zaterdags was hij dus in het zwembad geweest. Nou, op dat moment kon het onmogelijk, maar Michel was hier. Strijk bevestigde eigenlijk van hetgeen wat we in de agenda aantroffen, dat Stoks tot diep in de middag, tot zeker tot 3 uur, bij Strijk geweest was. Maar als dat het geval was, dan zou het heel erg moeilijk zijn naar Horen te rijden, naar het zwembad toe, omdat om 5 uur het zwembad sloot. Dus dan zou dus eigenlijk Stoks vrijpleiten van het punt dat hij daar geweest zou kunnen zijn. Kun je mij vertellen, hoe heb je Michel leren kennen? Via mijn vader zijn bedrijf natuurlijk. Ik heb hem als een hele fijne man ontmoet hier. Zowel voor ons als voor mijn moeder en voor mijn vader. En voor de rest van de chauffeurs. Ja, ik heb nooit één woord verschil met hem gehad. Of, ik vond het heel prettig met hem om te gaan. Dat hij een strafblad had, heeft hij nooit verteld. Het was een zoete inval hier. Bij mijn moeder, dag en nacht stond hij klaar voor ze. Als ze s'nachts thuis kwam en ze wist het, dan stond s'nachts het warm eten klaar. En dan zaten er ook 20 mensen, ze kregen allemaal eten. Mijn moeder was er altijd, zowel voor ons als voor de chauffeurs. En Michel die was daar, had eigenlijk een klein beetje een iets van, hij kon iets meer bereiken hier. Hij kwam zaterdagmiddags wel eens een keer met een bloemetje. Het was haast een moeder-zoon relatie, zou ik wel zeggen, maar het was natuurlijk niet zo. Maar
Mijn moeder was zorgelijk voor hem. Op een zaterdag was er een jaarmarkt en toen kwam Michel hier. En die vroeg naar mij. En toen zei ze, nou, hij is naar de markt in Peijzen met zijn koeien zo en zo. Nou, hij zei, dan gaan we erin naartoe. Sander, wil je even mee, jongen? Daar zie ik ze komen, Michel met die kleine Sander. Als je nou toch iets geweten had over zo iemand, dan had ik er toch nooit in toegestemd dat hij bijvoorbeeld met hem in de auto mocht. Nadat Jessica werd gevonden, ben ik naar het bedrijf van Strijk gereden. Toen ik uitstapte, zweette en dampte ik heel erg. Mijn baas zei dat ik eerst maar koffie moest gaan drinken, omdat ik er niet uitzag. Ik was zo gespannen en hij had geen idee wat er aan de hand was. Later is er nog een zoeking gedaan en dat gebeurde bij Strijk. Tot onze grote frustratie, om vrijdagavond staat hier wel 10 man politie met een bergingswagen, voertuig. Mijn jongste zus was hier thuis op de kinderen te padden. Wij hadden allemaal bruiloft. En nou ja, dat feest was helemaal over, want toen kregen we het bericht dat hier dus een inval was. Nou, met groot machtsvertoon, dat vond ik ongepast. En daar is de Mercedes in beslag genomen. Het was een witte Mercedes, met een Nederlands kenteken overigens. De link gelijk met die groene Mercedes is er natuurlijk niet, maar ja, toch een Mercedes. Jessica had een hond, een tekkel. En de hoop was dat we dus haar van die tekkel eventueel aan zouden treffen in die auto. Nou, na enige tijd kregen wij dus van het NFI te horen dat er geen haren waren aangetroffen. We zijn natuurlijk nu al een aantal weken verder, heel veel dingen onderzocht. En het was natuurlijk ook duidelijk, ook bij Stoks was het natuurlijk aan alle kanten duidelijk, dat hij werd gezien als een verdachte. En Stoks nam ook een advocaat in de arm. En toen belde Michel Stoks op met de mededeling, je moet me helpen, want ik ben verdacht. En toen was hij nog vrij man. En toen heb ik uitgebreid met hem gesproken. Nou, er kwam geen enkele vorm van bekentenis uit voort. Maar 2 weken later of 3 weken later werd hij opgepakt. Dan blijkt inderdaad dat je het een en ander hebt en dat je over moet gaan tot het aanhouden van Stoks. En dat is dan ook gebeurd in oktober. In 1981 is hij veroordeeld voor een aantal zedendelicten met kinderen, zowel jongens als meisjes. Jonge kinderen. En nou zeg ik het maar weer even met mijn eigen woorden, voor rommelen met kinderen. En daarvoor heeft hij toen gevangenisstraf en TBS gekregen. Dankzij jouw bijstand wordt het verlengingsadvies van Stoks beëindigd in 87. Wat was het gevolg van zijn vrijlating? Dat lijkt mij achteraf heel duidelijk rampzalig. Want hij is op een moordtocht gegaan. Hoe erg het ook is en hoe groot de koppen ook in de krant zijn, ik kan mezelf niet stoppen. Ik kan niet zeggen, het is nu 1 keer gebeurd en nu ben ik er vanaf. Dat bestaat niet. Als het weer wat rustiger wordt, komt de drang weer opzetten. Dat kan een maand, maar ook een jaar duren. Maar terugkomen doet het. Stoks ontkent in alle toonaarden, ik heb er niks mee te maken. Laat nou in die periode een kind zijn ontvoerd. Das Opfer, Marco Weisser, wurde zuletzt gesehen, wo er am Samstag das Freibad verlassen hat. Leinberg, we hebben overtuigend bewijs gevonden. Als ik jou was, zou ik maar hierheen komen. Hij is toch zeker al 40 jaar bezig met misbruiken. Dat is een kerkhof achter hem aan, hè? Inmiddels onderzoekt justitie zijn mogelijke betrokkenheid bij niet minder dan 65 andere onopgeloste zaken.